Ja, welkom allemaal bij de Sprint Review Mijnbouw van 17 december, de laatste van dit jaar. We hebben een paar onderwerpen om te bespreken vandaag. Een korte terugkoppeling uit de PBG, oftewel de Programma Begeleidingsgroep. We hebben de huidige stand van zaken bij de Mijnbouwwet voor het stukje vergunning. We hebben een terugkoppeling over de huidige stand van het modelleren bij de mijnstelsels. Een korte terugkoppeling, zoals beloofd, in de aankondiging over zoutcavernes. En een vooruitblik naar de komende periode. En dan denk ik dat we als eerste Ruud het woord mogen geven. Ja, terugkoppeling uit de programma begeleidingsgroep. En dan moet ik daar meteen natuurlijk bij opmerken dat de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik zelf niet aanwezig ben bij die programma begeleidingsgroep. Dus dat ik via programma management, Marjan en Martien, daar wat over terug heb gehoord. Eigenlijk twee dingen die voor het mijnbouwdomein van belang zijn, waarbij één vraagstelling bij ons is komen te liggen. Dat heeft eigenlijk te maken met de vraag die vanuit de VEWIN is gesteld. Door Rob IJsink. En die heeft eigenlijk te maken met het feit dat wij in het scope document een passage hebben opgenomen waarbij we aangeven dat we in de registratieobjecten, dus in het datamodel, geen verbinding hebben aangebracht, geen link hebben aangebracht tussen zeg maar het registratieobject voor de mijnbouwconstructie en het registratieobject voor de mijnbouwwetvergunning. En eigenlijk komt zijn vraag voort uit een soort logica, hè, van het zou toch handig zijn als wanneer je op de kaart bijvoorbeeld een boorgat ziet, dat je via dat boorgat kan doorlinken richting de vergunning waaronder dat boorgat ooit eens een keertje is aangelegd. Zodat je ook gewoon wat meer informatie op een eenvoudige manier kan betrekken vanuit het vergunningscontext. Eigenlijk het soort volgen van een trail, om het maar zo te zeggen. Nou, we hebben die vraag gehad. We hebben die inderdaad, die link niet. Ik krijg ineens een hele hoop achtergrond gehoord. Ik weet niet hoe dat komt. Ik vermoed dat er wat mensen de microfoon open hebben staan. Kan dat? Ja. Weg zou moeten zijn. En die niet praten, is handig om de microfoon even dicht te doen. Nou goed, hoe dan ook. We hebben die link niet aangebracht. We zijn er wel naar aan het kijken. Het is een vraag die we al in het verleden eerder hebben gehad. En uiteraard kun je je wel voorstellen dat wanneer je een presentatie op kaart doet, dat natuurlijk bijvoorbeeld een contour die hoort bij een vergunning, dat die op dezelfde plek zal zijn gerepresenteerd als waar bijvoorbeeld een boorgat wat onder die vergunning is gemaakt uiteindelijk op kaart komt. Dat is natuurlijk logisch. Maar dat is wat anders dan echt op het niveau van de registratieobjecten ook daadwerkelijk een link aanbrengen. Dus wij kijken hier nu wel naar. Ik weet dat, Irene, je hebt al heel even daarnaar gekeken. Misschien is het goed om daar inhoudelijk even iets over te zeggen. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of iemand die hier nu in de call aanwezig is, daar misschien ook nog iets verder vanuit functionaliteit of behoefte iets over wilt zeggen. Want dat heb ik ook nog even met Rob gecheckt, met Rob IJsink. Het is niet zo dat er nu op dit moment zeg maar een casus ligt waaruit enorme urgentie of noodzaak blijkt, hè? Maar het is natuurlijk altijd handig om daar misschien vanuit de praktijk nog wat over te horen. Irene, kan jij daar nog wat op aanvullen? In ieder geval als het gaat over hoe zeg maar dat er nu inhoudelijk uitziet. Nee, hoe het er nu inhoudelijk uitziet is dat ik in het begin is dit ook ter sprake gekomen toen net het registratieobjecten begonnen waren. Toen is in Dino gekeken of die link bestaat. En uit die analyse is gebleken dat echt een keiharde link tussen de vergunningen en de boorgaten in Dino niet is. Wel is mij van de week verteld dat er wel eens pogingen zijn gedaan om te kijken hoe deze link kan worden gelegd. Maar wat daar precies uit is gekomen aan tabellen, et cetera, dat is mij nog onduidelijk. En daar zijn nu ook twee anderen mee bezig om het uit te zoeken. Dus uitgezocht dus zal gaan worden wat de uitkomsten zijn van de eerdere pogingen om een link te leggen. En moeten kijken wat voor link er precies nu gewenst is en wat daar dan verder nog allemaal bij komt kijken. Ja. Dus daar gaan we sowieso mee aan de slag de komende tijd. Ja, precies. Misschien dat een van de stakeholders daar wellicht nog een aanvullende opmerking of vraag bij heeft.
Als dat niet zo is, er was tijdens de programmabegeleidingsgroep ook nog een ander onderwerp waarover is gesproken, wat eigenlijk vaak voor, voorkomt in de discussies over de mijnbouw, heeft te maken met risicocontouren. Maar eigenlijk is dat een vraag waar we hier niet zoveel mee kunnen. Jullie moeten je voorstellen dat in de domeinbegeleidingsgroep de afspraak is gemaakt dat EZK kijkt naar de risicocontouren die onderdeel uitmaken van de inwinningsplannen. En er ligt een vraag om te kijken of die als gistbestand kunnen worden ontsloten in NLOG. De tweede vraag die er ligt is ook weer aan EZK. Zij kunnen kijken of vanuit de milieueffectrapportages en de risicocontouren die het milieu betreffen, of daar een, welk regime daarop ligt qua vertrouwelijkheid. En of daar inderdaad ook nog een mogelijkheid is voor de ontsluiting van die gegevens. Maar goed, dat is iets wat buiten ons ligt, maar wat natuurlijk wel een onderwerp is wat terugkomt en waar ook wel gekeken wordt naar een oplossing. Maar dan een oplossing als het gaat om informatie over risicocontouren die buiten de BRO ligt. Dat is eigenlijk wat er in de programmabegeleidingsgroep over de mijnbouw is gezegd. Oké, dankjewel Ruud. Graag gedaan. Als er verder geen vragen zijn dan, of opmerkingen, dan gaan we denk ik door naar het volgende onderwerp. En, muizen doen. De mijnbouwwetvergunning. En dan mag Brechtje het scherm van mij overnemen. Ja, scherm even nemen. Als het goed is, kijken jullie nu naar de voorpagina, mijnbouwwetvergunning EPL. Ik ga jullie even meenemen wat we de afgelopen 4 weken hebben gedaan. Heel even kort terugblik, waar zijn we bij jullie gebleven na de laatste sprint review? Even kort de gegevens van de vergunning. Ik wil jullie meenemen in de vergunninggeschiedenis. Waarbij nog even speciale aandacht voor de wijzigingen die op een vergunning kunnen plaatsvinden. En tot slot wil ik graag met jullie hebben over archiefgegevens, ook wel Inbro A. Waar zitten we? Nou, we zitten nu op, daar staat 17 december, ja. Ja, dus 19 november hebben we jullie voor de laatste keer bijgepraat in deze sessie. Vervolgens hebben we nog een bijpraatsessie gehad met gemeenten en provincies eigenlijk als gebruikers op 7 december. Nu zitten we op 17 december in de sprintreview om jullie weer bij te praten. En over, globaal gezegd een maand gaat de catalogus in publieke consultatie. Dus bij de volgende sprintreview is de catalogus gereed voor publieke consultatie. Wat is er? Dat is één ding nog uit de bijpraatsessie gekomen om een link op te nemen naar NLOG. Het was nog een beetje een open punt, maar die wens was er, dus die gaan we opnemen bij de vergunning in de PRO. Waar waren we gebleven op 19 november? Daar hebben we even ik heb het kader geschetst en de scope van de vergunning, dus dat ga ik allemaal niet meer herhalen. We hebben een globale weergave gegeven van hoe is de informatieuitwisseling tussen de informatiesystemen. Hoe ziet de vergunning eruit qua levensduur? Ook een globale weergave, zal ik vandaag wat verder op ingaan. Welke gegevens zijn verplicht? We hebben een inventarisatie gedaan en die zijn nu netjes in het model gestopt. En we hebben even een vergelijking laten zien met de gegevens zoals die in NLOG op NLOG worden getoond. Nou, wat stond er ook voor vanuit de vorige keer? Een aantal gegevens zitten nu niet in Dino. Daarvoor hebben we afstemming gehad met het ontwikkelteam van de nieuwe database binnen TNO en de databeheerders. Dat stukje is inmiddels af en heeft eigenlijk geen invloed op de standaard zoals we die ontwikkelen. We zouden nog kijken naar de vergunninggeschiedenis. Die bestaat uit een lijst met gebeurtenissen en ik zal jullie daar straks
proberen wat over te vertellen. Die zouden we gaan inperken ten opzichte van de eerste versie die was gemaakt in 2017. Dat laat ik jullie vandaag zien. En we zouden kijken hoe we omgaan met wijzigingsbesluiten. Hoe we dat op een wat simpelere manier in het model krijgen. Daar ga ik jullie ook vandaag wat over vertellen. En tenslotte het laatste punt, de archiefgegevens. Een hele korte wrap-up om weer even te zien waar hebben we het over. Welke gegevens zitten erin? Daar ga ik vrij vlot doorheen, zodat ik wat aandacht kan besteden aan de geschiedenis, de wijzigingen en Inbro A. Dus het gaat om een recht die verleend wordt aan een bepaalde partij om een bepaalde activiteit uit te voeren in een bepaald gebied. Nou, dan heb je eigenlijk drie kernaspecten van de mijnbouwwetvergunning te pakken. Nou, wat zit daar dan in? Ja, dus als jullie straks die catalogus gaan lezen, want we gaan natuurlijk voor de publieke consultatie vragen of jullie die gaan lezen en beoordelen en feedback gaan geven. Dus vandaar dat ik al zoveel mogelijk de taal zoals die in de catalogus wordt gesproken ga hanteren. Er zitten een aantal bro-algemene gegevens in. Daar heb ik de vorige keer bij stilgestaan, dus daar ga ik verder nu niet op in. We hebben een aantal algemene gegevens die voor de vergunning worden vastgelegd. Denk aan de mijnbouwactiviteit en voor welke delfstof / stof de activiteit of de vergunning is verleend. De geldigheid wordt vastgelegd met een ingangsdatum en een vervaldatum. En de actuele status wordt op een simpele manier vastgelegd. De verlening is aan de gang, die loopt. Op een bepaald moment is de verlening afgerond, is definitief, is onherroepelijk, dan is hij verleend. Dan kan de vergunning nog gewijzigd worden. Zo'n wijziging, als die op basis van een besluit is genomen, het duurt ook een bepaalde periode, die loopt dan. Wordt definitief, dan is hij gewijzigd. En dat kan ook gebeuren voor beëindigingen die op basis van een besluit plaatsvinden. Dat is even globaal de statussen die een vergunning doorloopt, kan doorlopen. Wat je ziet, wat ik heb aangegeven bij de vervaldatum, zie je een paars woordje mat geschiedenis. Dat is materiële geschiedenis, waar ik jullie zo meteen wat over ga vertellen. Dat zijn gegevens waarvan de historie wordt bijgehouden, waarvan de geschiedenis wordt bijgehouden. Dus een vervaldatum kan wijzigen en kan verlengd worden, de vergunning. En je kan altijd zien op welk moment de nieuwe vervaldatum is geregistreerd. Nou, de vergunninghouder is een pijler eigenlijk, hè, van dit registratieobject. Die bestaat uit één of meer partijen. Ook die kunnen wijzigen, dus ook daar wordt geschiedenis van bijgehouden. Ze worden geregistreerd door middel van een KVK-nummer of een EU-ID voor lidstaten van de Europese Unie. In heel enkele gevallen een handjevol vergunning is verleend aan natuurlijke personen. In dat geval blijft de vergunninghouder leeg in de bro. Die worden niet geregistreerd. In verband met de privacywetgeving. De andere pijler van de vergunning is het gebied. Het vergunninggebied. Daarvan leggen we vast of die onshore of offshore ligt. Hij bestaat uit één of meer verleende gebieden, dus losse vlakken. Meestal is het één aaneengesloten gebied, maar het kan zijn dat het twee losse vlakken zijn. Die hebben een naam. In uitzonderlijke gevallen kan die wijzigen. Hij heeft een grens uiteraard. Dat is een vlak in dit geval die op het aardoppervlak wordt weergegeven in ETRS 89. En in sommige en steeds meer gevallen heeft die ook een dieptebereik. Dat wordt meestal gedaan op basis van een geologisch vlak. En in sommige gevallen ook gewoon aangeduid in diepte, in meters of kilometers. Dat zijn aspecten die ook kunnen wijzigen, dus waarvan ook historie wordt bijgehouden. Nou, komen we bij de geschiedenis, de vergunninggeschiedenis. Ik ga je proberen kort en duidelijk uit te leggen hoe dat in elkaar steekt. Maar het is soms best wel een beetje complex.
Ten eerste heeft een vergunning een levensduur. En dat is heel simpel, hij heeft een begin en een eind. Nou, die hebben we de vorige keer ook al vastgesteld. Hij begint op het moment dat het besluit voor verlening wordt genomen. Dat die bekend wordt gemaakt, gepubliceerd. En hij eindigt op het moment dat die definitief niet meer geldig is. Nou, dat zijn twee data's. Meer is het niet eigenlijk. Dan heb je nog een lijst met gebeurtenissen. Dus dat betekent dat er in de BRO een lijstje met gebeurtenissen wordt geregistreerd. En iedere gebeurtenis heeft een bepaalde naam. Heeft plaatsgevonden op een bepaalde datum. En indien het een besluit betreft, wordt het besluitnummer daar ook bijgegeven. Het andere aspect is de tijdslijn. En dat betekent dat bij een gegeven, een attribuut, de materiële geschiedenis wordt bijgehouden. Dus op vandaag is de vergunning geldig tot en met 17 december 2020. Er komt een wijziging en die gaat morgen in en dan is die geldig tot 2022. Dat stukje, die tijdslijn wordt van dat specifieke gegeven, van die vervaldatum, wat ik nu als voorbeeld geef, bijgehouden. Dat bedoelen we met materiële geschiedenis, tijdslijn. De vergunningen, wordt sowieso verleend op basis van een besluit. Wijzigingen vinden ook veelal plaats op basis van een besluit. En beëindigingen soms ook, als die wordt samengevoegd of gesplitst. Die besluiten die doorlopen een bepaald proces. Ja, dus hij wordt gepubliceerd en uiteindelijk wordt hij onherroepelijk. Nou. Ik wil jullie even meenemen in dat proces, want dat zijn de gebeurtenissen die bij een vergunning geregistreerd worden. Als we hier kijken, dan zie je links het stukje verlening loopt. Dus op dat moment heeft de vergunning de status verlening loopt. Besluit wordt gepubliceerd. Dat is een gebeurtenis. En de volgende gebeurtenis, donkerpaars, dat zal in verreweg de meeste gevallen de flow zijn, de happy flow zijn, wordt die na 6 weken onherroepelijk. Dat is de volgende gebeurtenis. Op dat moment is die definitief verleend en kunnen er eventueel wijzigingen plaatsvinden. Er zijn eventueel ook wat uitzonderingen mogelijk. En ook die worden ondersteund door de BRO. Al zou die niet vaak voorkomen, ze kunnen voorkomen. Dat betekent dat er een besluit kan bijgesteld worden, het lichtpaarse blokje, wanneer bijvoorbeeld een bezwaar of beroep is ingediend. Als er dan een bijgesteld besluit wordt genomen, wordt die ook geregistreerd in de BRO met de nieuwe gegevens. En in heel uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat een vergunning ingaat nadat die onherroepelijk is geworden. Bijvoorbeeld ingangsdatum wordt in de toekomst gezet of de ingangsdatum is afhankelijk van bepaalde voorwaarden. Volgens mij is er nu één voorbeeld die dat heeft, dus dat zijn echt uitzonderingen. Maar ze zijn opgenomen in de BRO om wel te faciliteren. Onderaan zie je nog een unhappy flow, dat het om een bepaalde reden het besluit niet definitief wordt. Dus eigenlijk beëindigt die voortijdig. Nou, hier zie je 5 gebeurtenissen. En al die 5 gebeurtenissen die gelden eigenlijk voor zowel wijzigingen die op basis van een besluit worden genomen als beëindigingen die op basis van een besluit worden genomen. Dus dat betekent dat als je dat 3 keer 5, dat we straks 15 gebeurtenissen in totaal hebben in een mijnbouwwetvergunning. Plus nog 2 andere voor als er een einde of een wijziging ineens wordt doorgevoerd zonder een besluit. Deze worden dus geregistreerd met datum en naam. En zo krijg je een lijstje en kun je precies zien hoe de vergunning is ontstaan. Ik hoop dat het niet te technisch wordt, want ik wil het toch met jullie delen.
Dus dat was het lijstje gebeurtenissen. Het andere aspect wat ik aanhaalde was de materiële geschiedenis. Dus van bepaalde attributen, gegevens, wordt de materiële geschiedenis vastgelegd. En daarvoor hebben we een bepaald moment gekozen. Even kijken, ik had hier een... Ja. Dus als we kijken naar het verleningsproces, hier links, dan zit je hier eerst, hè, standaard de eerste 6 weken. Dan, wanneer dat proces nog lopende is, wordt er geen materiële geschiedenis bijgehouden. Mocht er in die periode iets wijzigen, dan wordt dat gewoon overschreven. Op het moment dat de vergunning definitief verleend wordt, het besluit is onherroepelijk, begint de materiële geschiedenis eigenlijk te lopen voor die attributen waar dat geldt. Nou, hoe kunnen die dan wijzigen? He, door middel van een wijziging. Ik heb er hier 3 getekend. Het kunnen er 0 zijn, het kunnen er 5 zijn. Ja, dat is afhankelijk van de vergunning zelf. Ook daar zit weer zo'n procesje in. Het besluit wordt genomen, het is nog niet definitief. En op na 6 weken of later, als daar een reden voor is, dan wordt dat besluit definitief. Nou, hoe gaan we nou met zo'n lopende wijziging om? Registreer je hem al gelijk hier als het nog niet definitief is? Of registreer je hem pas hier als hij wel definitief was? Dat is iets wat, waar we naar hebben gekeken. En wat je hier ziet is de wat simpele variant ten opzichte van de eerste versie van de catalogus. He, dus op het moment dat een wijzigingsbesluit wordt genomen, hij wordt gepubliceerd, registreren we een gebeurtenis. Zeggen van, nou let op, er is een wijzigingsbesluit genomen, hij is van het type verlenging. De vergunning krijgt de status, wijziging loopt. Dus dat weet je allemaal op dat moment. Je weet nog niet wat die verlenging precies inhoudt, of dat dan 1 jaar is of 2 jaar, half jaar. Want hij is nog niet definitief. Gaat hij in? Vaak gaat hij in. Dus hier is de standaard volgorde getekend. Vaak gaat hij in 1 dag na de publicatie. Nou, op dat moment gebeurt er eigenlijk nog niks in de BRO. Op het moment dat het wijzigingsbesluit onherroepelijk wordt, dus dat is standaard 6 weken na publicatie, dan is die wijziging definitief. Nou, dan verandert de vergunning in gewijzigd. Hij is gewijzigd. En we gaan de daadwerkelijke wijziging ook registreren. En dat is dus op dit moment gaan we hem registreren. Met terugwerkende kracht naar dit punt. Dat was het voor de materiële geschiedenis. Ik hoop dat... Ja. Kan je 1 slide teruggaan? Zeker. Dat is voor mijn begrip. Punt T3, hè? Dus als die gewijzigd is, dat is pas het moment dat in de BRO de vergunning getoond wordt. Dat de daadwerkelijke wijziging getoond wordt. De wijziging getoond wordt, sorry. Ja, ja klopt. Ja, dus en daarvoor is die al aangeleverd en als er geen tegenbericht komt, zeg maar, dan gebeurt op T3 zeg maar, automatisch dat die gepubliceerd wordt. Ja. En als er wel een tegenbericht komt, dan wordt die ofwel in... bijgestelde vorm gepubliceerd of juist niet omdat die is ingetrokken. Klopt. Ja. Dus eigenlijk is er maar 1 moment van aanlevering. Tenminste in de happy flow is er maar 1 moment van aanlevering en 1 moment van publicatie. Die zit een tijdje uit elkaar. En er is een mogelijkheid om dat nog ongedaan te maken in uitzonderlijke gevallen. Precies. Ja. Dus het is eigenlijk en dat is ten opzichte van de vorige versie een behoorlijke versimpeling in de berichten die gestuurd worden? Ja, 2 dingen. Dus deze wijziging, zeg maar, die we nu eigenlijk, de inhoud houden we even vast tot die definitief is, hè? Om het zo maar even te zeggen. Dus we zeggen er is een wijziging, maar wat die wijziging is, dat zie je wel op het moment dat die definitief is. In de vorige versie werd die, zeg maar, naast de vergunning gepubliceerd. Dus had je een vergunning mm-hmm. en daarnaast had je de wijziging die lopende was. Ja. En op dat moment van die T3 werd die in de vergunning opgenomen. Ja.
En dat ernaast houden, dat is nu erbuiten gehouden geworden. Ja, ja, dus daarmee hebben we het een stuk versimpeld. Helder. Ja. Ja. En de lijst met gebeurtenissen, die is ook versimpeld. Dat is eigenlijk het vorige onderwerp eventjes. Die was uitgeschreven in alle type wijzigingen en type beëindigingen. Dus dan zag je van nou, er is een verlenging aangevraagd. Of er is een intrekkingsbesluit genomen. En nu hebben we dat samengevat tot er is een besluit genomen of een beëindigingsbesluit genomen. Of een wijzigingsbesluit. In plaats van al die specifieke besluiten te benoemen als gebeurtenis, als aparte gebeurtenis. Dus dat is van 40 naar 17 gegaan, om het even in getallen mee te geven. Oké, ga verder. Tenzij iemand anders nog een vraag heeft, dat zou kunnen. Ja, dan ga ik even naar het archief. Ja, dus de gegevens die nu in Wino zitten, die is op NLOG worden getoond, die worden ook overgezet naar de BRO. We hebben gekeken van nou, welke set wil je dan overzetten, welke set ga je overzetten naar de BRO. Nou, in scope zijn tenminste de vergunningen die geldig zijn op 1 juli 2022. 1 juli 2022 is het moment waarop BRO EPL in werking treedt. Dus die dan geldig zijn, die gaan sowieso naar de BRO. Nou, dan hebben we ook nog vergunningen die zijn buiten scope. En dat zijn de vergunningen die zijn beëindigd. Dus niet meer geldig waren op 1 januari 2003. Dat 1 januari 2003 is de datum van de huidige mijnbouwwet. Dus die vergunningen die op dat moment geëindigd waren, dat zijn vergunningen geweest die op voorgangers van de mijnbouwwet zijn uitgegeven. En even ter indicatie, dat zijn er nu, ik heb gisteren even snel gekeken, 30 die op NLOG worden getoond die voor die datum zijn beëindigd. En dan hebben we nog een hele groep vergunningen, die zijn dus wel op basis van de nieuwe wet uitgegeven, of die kan niet meer zeggen, op basis van de mijnbouwwet uitgegeven, van de huidige mijnbouwwet. Maar die zijn op het moment dat BRO EPL in werking treedt, zijn ze al beëindigd. Zijn ze niet meer geldig. En de vraag is, ik heb hem hier als bespreekpunt, ik zou graag ook van jullie een reactie willen horen. Is het waardevol om deze groep mee te nemen, zeg maar, naar de BRO? En momenteel worden ze op NLOG in het datacenter, kun je ze bekijken. Ja, daar staan ze. En het zijn er volgens mij rond 300, iets minder dan 300. Ja, die vandaag de dag beëindigd zijn. Ik weet niet of iemand daar iets over wil of kan zeggen. Stil. Het blijft redelijk stil. We hebben ook niet heel veel afnemers. Dat is natuurlijk de voornaamste doelgroep, denk ik. Ja, klopt. Ik vermoed dat het voor Ewout als bronhouder of vertegenwoordiger ervan niet zo heel veel uitmaakt. Maar voor afnemers zou het interessant kunnen zijn. Volgens mij, even kijken. Wie hebben we? Ja, Remco vanuit Groningen, volgens mij, provincie Groningen. Misschien dat jij er een mening over hebt, of Rob. Nou, ik wil er wel iets over zeggen. Ik zit te twijfelen of je er inderdaad veel aan hebt, of dat we als provincies hier nog veel in terugkijken om te zien wat er aan de hand is. Tegelijkertijd zit ik me ook af te vragen of die vergunningen nog wel te zien zijn in het NLOG en daar op te halen zijn. Waarvoor zou je ze dan ook in de BRO nog hebben staan? Je hoeft ze in feite niet dubbel te registreren. Maar ik weet niet hoe Remco daarin staat. Misschien dat hij daar iets meer ervaring in heeft.
Remco, zou jij daar nog iets over kunnen zeggen? In het algemeen. Kijk, wij zijn natuurlijk ook alleen maar, gebruikers zijn van deze gegevens, maar dubbele registraties lijken mij niet handig. Ja, je moet het inderdaad vooral zien. Hè. Als je de bureau gebruikt, dan zie je echt de authentieke gegevens van de bureau. En er is altijd een link naar NLOG. Dus. En NLOG is altijd al de oorsprong van de gegevens in de bureau. Dus we zijn natuurlijk sowieso bezig met een vorm van dubbel registreren. Waarbij we dubbel registreren proberen tot het minimum te beperken. Dus je moet vooral nadenken. Stel dat ik vanuit mijn taak als provincie naar de bureau ga om die authentieke gegevens te bekijken. Is het voor mij dan van groot gemak als die historische gegevens erbij staan? Of vind ik het niet erg om in die paar gevallen dat ik daarin geïnteresseerd ben door te klikken naar NLOG? Mijn collega Pieter Geert van der Sleen die houdt zich hier het meest mee bezig. En die had aangegeven dat hij dat laatste niet zo erg zou vinden. Zolang hij maar op een handige manier, en dat kan best via een doorklik of een link of zoiets, bij die gegevens kan komen. Ja. Dat is, dat is in ieder geval fijn om te horen. En dan hebben we misschien bij ons nog de taak om dit ook nog te kijken of we het nog iets breder uit kunnen zetten. We kunnen er ook nog over nadenken, komen we zo meteen ook op terug. Hij gaat binnenkort in publieke consultatie. Als we hier nou eens expliciete aandacht op vestigen in de publieke consultatie. Kijken of we nog wat meer reacties daarop kunnen loskrijgen. Maar als het van beperkte meerwaarde is, dan houden we het liever simpel dan dat we het ingewikkelder maken, denk ik. Nou, heel goed. Dankjewel. Dit was eigenlijk mijn laatste slide, hè, dus voor de archiefgegevens. Dat is de INBRO-A-definitie die daar onderaan nog staat. Zal het zo zijn dat niet altijd alle gegevens beschikbaar zijn, omdat die niet in de huidige systemen zitten. Dat zal vooral gelden voor de groep waar we het eigenlijk net over hebben gehad. Hè. Dus als die groep er buiten valt, dan is het misschien niet eens nodig om een aparte INBRO-A-definitie te hebben. Maar mochten er gegevens ontbreken, dan zal het vooral in de geschiedenis zijn, hè, dat oude gebeurtenissen niet volledig zijn geregistreerd. Dieptebrek kan ontbreken. Wellicht wordt dat nog aangevuld. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. En dan kan het gewoon mee. En eventueel de publicatiedatum van de oude gegevens is niet beschikbaar. Nog één slide, de laatste. Wat moeten we nog doen? De vergunningen van de provincie voor de kalksteengroeves moeten nog ingevoegd worden. We gaan de catalogus uitwerken. Dat is al grotendeels gedaan, maar dat zal een definitieve vorm krijgen waarbij we nog wat kleine details moeten uitwerken. En de INBRO-A-definitie moeten we nog definitief maken. Dat was het wat mij betreft. Of er nog opmerkingen of vragen zijn. Ja, ik zie dat Rob nog voorstelt om het ook aan provincie Limburg voor te leggen. Inderdaad, provincie Limburg zit nu niet in de call, maar hebben we wel regelmatig contact mee. Dus dat kunnen we meenemen in het volgende overleg waar we Limburg aan tafel zitten. Oké, nou dan kunnen we doorgaan naar Jacob. Dan mag jij het scherm overnemen, Jacob. Ja, dankjewel. Ga ik mijn scherm delen om het te gaan hebben over mijn stelsels. En als het goed is, is de presentatie in beeld. Het is goed. Ja, mooi. Wat ik vanmiddag met jullie wil doen, een tiental slides, is om het informatiemodel, domeinmodel zoals we dat hebben opgesteld voor de mijnstelsels, om dat met jullie door te nemen. Eventjes wat in herinnering te roepen. Degene die in de voorgaande sprintreviews erbij
waren, die zullen dit plaatje wel herkennen. Zuid-Limburg met een steenkolengebied met daarin steenkoolmijnen en een kalksteengebied met daarin kalksteengroeves. Beide, of de samengenoemde mijnstelsels. En nou, mijnstelsel, dat is een soort van een mijnbouwconstructie. Zoals we ook boorgat en zoutcavernen als vormen van een mijnbouwconstructie hebben. We gaan nu dus in op mijnstelsel. Die twee groepen, zoals ik net zei, steenkoolmijnen, kalksteengroeves. Eigenlijk kalksteengroeves, dat moet verder opgesplitst worden. Maar daar komen we zo wel eventjes op terug. Nou, voor degene ook die al wat langer luisteren, lezen, meekijken bij de sprintreviews en met alles wat met de mijnen te maken heeft in Limburg. De term gangen en schachten is daar veel bij gebruikt. Je zou misschien denken van, hey, we gaan het nu alleen maar hebben over mijnstelsels. Nou, dat heeft een relatie. Mijnstelsel is eigenlijk een preciezere term voor waar we het in dit stukje van de basisregistratie ondergrond over hebben. Ik kom zo nog wel eventjes ook op terug in een paar slides. Hoe zit dat dan met gangen en schachten? Allereerst een overzicht van het informatiemodel. En ik loop dat eventjes met jullie door. Hier hebben we de mijnbouwconstructie. Dat is eigenlijk het gedeelde object, het zogenaamde registratieobject, gedeelde object met zoutcavernes en boorgaten. Daar hebben we dan mijnstelsel als een bepaald type van, een bepaald soort ervan. En nou, wat betekent dat feitelijk? Dat alle eigenschappen, attributen die we hebben gedefinieerd voor een mijnbouwconstructie, zoals bijvoorbeeld dat het een bro-ID heeft, dat het er een dataleverancier heeft, dat er een eigenaar van is. Dat geldt ook voor mijnstelsel. Daarnaast hebben we bij mijnstelsel nog een aantal extra attributen gedefinieerd. Nou, daar kom ik zo nog wel even op terug. Wat dan van belang is, dat een mijnstelsel bestaat uit een aantal, noem het componenten, aantal onderdelen. Bestaat uit toegangen. Nou, daar hebben we eigenlijk al gangen en schachten hebben we daarbij al te pakken. Bij steenkoolmijnen kun je dan direct denken aan schachten. Dan hebben we het over transportzones, waar in steenkoolmijnen de treintjes rijden, maar zeggen, en de ontginningszones. Dus waar de steenkool is gewonnen en waar kalksteen is gewonnen. De steenkoolmijnen, daarvan is kaartmateriaal beschikbaar, van beschikbaar. Daar zijn we vorige keer heel uitgebreid ook al ingegaan. Dus dat in het heel kort. Dus de mijnstelsels met hun componenten en kaarten, ingescande geogerefereerde kaarten, waar mijnstelsels of delen ervan in ieder geval op zijn afgebeeld. Even inzoomend. Eerst de, nou, nogmaals de mijnbouwconstructie. Ik ga niet alle velden, alle attributen bespreken. Dat voert wat te ver. Een paar dingen die ik aan wil tippen. Er is iets over de registratiegeschiedenis. Over de vastlegging van gegevens in de brouw. Metagegevens. Generiek voor alle registratieobjecten in de brouw. Een levensduur. Daarvan hebben we gezegd voor mijnstelsels. Willen we niet vastleggen, tenminste willen we niet. Er is niet een goede reden voor om die vast te leggen. Het is ook vaak gegevens, bij kalksteengroeves bijvoorbeeld, van nou, bij historisch onderzoek kan vastgesteld worden van nou, dit zal ongeveer 14e eeuw zijn. Bij steenkoolmijnen heb je het dan vaak over 19e eeuw. Dus dat was wat minder relevant om dat vast te leggen voor de beantwoording van de wat is waar vraag. Nou, dan hebben we een aantal gebeurtenissen die plaats kunnen vinden. Nou, eigenlijk ook vanwege het historische karakter. Er worden geen nieuwe steenkoolmijnen meer gemaakt. Er worden geen nieuwe kalksteengroeves meer gemaakt. Wel is er een groeve die wordt dan nog uitgebreid, maar er is niks meer gemaakt.
Wat hebben we als gebeurtenis eigenlijk voorzien? Is dat bepaalde gegevens worden herzien. En dan gaat het om de geografie van wat ligt nou precies waar. Dat heeft ermee te maken dat met name voor de kalksteengroeves, dat de inmetingen vrij, nou is verschillend, maar die kunnen heel globaal gebeurd zijn. En we anticiperen er feitelijk op dat kalksteengroeven dat wat nauwkeuriger ingemeten gaat worden, of sommige. En dat dan die geografie van waar ligt nou precies een toegang of waar ligt nou precies een mijnstelsel, dat wordt herzien. Dus dat feitelijk als de enige gebeurtenissen die plaatsvinden, die impact hebben op de gegevens in de brouw over mijnstelsels. Dan ga ik naar de volgende slide. Wat nader ingaand op mijnstelsel zelf. Ik ga de attributen maar af van boven naar beneden. We hebben een code die vastgelegd kan worden. Nou, vooralsnog is dat alleen maar relevant geacht voor steenkoolmijn. Dus vandaar dat het een optioneel veld is. We hebben een naam, steenkoolmijn, bijvoorbeeld de Oranje Nassau steenkoolmijn. En kalksteengroeves. En allerhande namen kunnen zijn. Ik kwam er vandaag geen tegen. Vond ik wel aardig. De aardappelgrot. Het stoort mijn stelsel. Hier zie je het rijtje staan. En ik zei net al van dat kalksteengroeven, steenkoolmijn, die tweedeling. Nou, het is eigenlijk iets uitgebreider. Hier zien jullie de steenkoolmijn staan als een soort. De kalksteengroeven als een soort, maar daarnaast staan er nog een aantal andere, militaire tunnel, vuursteenmijn, etc. Nou, waarom wordt dan toch de tweedeling vaak gehanteerd? Dat is omdat bijvoorbeeld waterputten, militaire tunnels, etc. Dat valt juridisch gezien, wordt dat op dezelfde manier behandeld als de echte kalksteengroeven, zo gezegd. Dus vandaar dat er vaak wel die tweedeling wordt gehanteerd. Nou, dan hebben we het zogenaamde gemijnd gebied. Dus dat is de geografie. Feitelijk kun je dat plastisch invullen als kijkend vanaf het aardoppervlak naar beneden. En waar dan allemaal toegangen, transportzones, ontginningszones zitten. Nou, dat valt allemaal binnen dat gemijnde gebied. Daar hoort een gegevensgroep bij, gegevens over de locatiebepaling, dat zijn de metagegevens. Dus wanneer is de locatie bepaald, welke methodes ze gebruikt en wie heeft het uitgevoerd. Die methodelocatiebepaling, daar moeten we met name voor de kalksteengroeven nog kijken van hoe gaan we dat benoemen. Want heel plastisch gezegd, dat was soms gewoon voetstappen tellen. Dus nou, dergelijke fraaie vormen van locatiebepaling, die hebben we nog niet in onze waardelijst staan. Maar we moeten er wel wat mee. Dus daar gaan we ook in overleg met kadaster nog kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen formuleren. De componenten dus, toegang, transportzones, ontginningszones, die zijn allemaal optioneel. Waar zit dat in? Nou, toegang. Er zijn enkele gevallen dat men wel weet van hier zitten kalksteengroeven. Het zij door een oude kaart die bekend is. Of het zij doordat er aan de aardoppervlak iets te zien is van een verzakking. Dat men denkt, hier moet wat onder zitten. Maar dat de toegang niet op die oude kaart staat. En dat die ook niet nabij of bij die verzakking gevonden is. Transportzones. Bij kalksteengroeven is het vaak zo dat er gegraven wordt in een wand. Kalksteen wordt eruit gehaald. Nou, dan is het eigenlijk gelijk de ontginningszones. En als je verder gaat in het kalksteen, dan ontstaan er gangen. Dat is dan feitelijk waar je ontgonnen hebt. En daar doorheen wordt weer getransporteerd. Nou, de keuze die we gemaakt hebben is om dan te zeggen van nou, dan benoemen we dat allemaal als een ontginningszone. En niet als een transportzone en ook niet als beide. En bij steenkoolmijnen, daarbij is het relevant omdat we daar vooralsnog
al die afzonderlijke transportzones en ontginningszones niet gaan benoemen. Dus we gaan voor steenkoolmijnen vooralsnog wel het gemijnde gebied tekenen, zullen we zeggen. Dus ook benoemen, maar nog niet alle afzonderlijke transportzones en ontginningszones. Dus die zijn wel zichtbaar, komen we zo meteen op die geogerefereerde mijnkaarten. Maar die worden niet als afzonderlijke data opgeslagen in tabelletjes. Ga ik naar de volgende slide. De mijnkaart. Een mijnstelsel wordt weergegeven op een mijnkaart, 0 of meer. Want de kaarten die hebben we alleen vooralsnog in ieder geval voor de steenkoolmijnen, dus voor kalksteengroeven geldt dat er geen kaart van is. Wat hebben we daar aan voorzien? Er komt een mijnkaartcode. Ik zal meteen nog even een slide over. We hebben een soort van een mijnkaart. Nou, dat is rechts genoemd. Die voorbeelden of de mogelijkheden die zijn in voorgaande sprintreviews ook aan de orde gekomen. We hebben de zogenaamde individuele en gecombineerde kaarten. Dus individueel, dat zijn de originele kaarten waarop is de afzonderlijke kaarten waarop die zijn getekend. Gecombineerd wil zeggen dat ze zijn samengevoegd in een automatiseringsslag om beter overzicht te krijgen op het geheel. We hebben een verdieping. Dus een steenkoolmijn. Die hebben bijvoorbeeld 4 lagen waarop wordt gewerkt. En dat wordt dan aangeduid met bijvoorbeeld de 300 laag. Dat is dan ongeveer 300 meter. De 500 laag, et cetera. We hebben steenkoollaag. Dat geeft aan van... Als je in de bodem zou kijken, er loopt een dikke laag steenkool. Er lopen meerdere lagen steenkool door Limburg. En om welke laag gaat het nou op een kaart? We hebben gegevens als kaartserie, kaartblad, kaartversies, kaartbereik. Nou, ik denk dat dat voor nu, ook gezien de tijd, wat te ver voert om daarop in te gaan. Als iemand daar een vraag over heeft, dan kan dat natuurlijk altijd of nu of naderhand. Laten we zo maar even kijken. Misschien hebben we ook toch nog wat tijd over. Wat we niet hebben. We hebben geen attributen opgenomen voor datums. Dat is erg lastig bij mijn kaart. Een kaart is misschien een keer gemaakt. Ja, uiteraard is die een keer gemaakt. De datum op de kaart staat als een tweede. Maar vervolgens kunnen er allerlei revisies op diezelfde kaart zijn gemaakt. Allerlei annotaties. En dan is de vraag, wat is nou eigenlijk de datum van die kaart? Nou. Ook qua gebruikswaarde. Zeg van moet je dat in een attribuut neerzetten? Als iemand dat echt wil weten, kan hij de kaart zelf raadplegen. Inventarisnummer van het archief. Dus bijvoorbeeld in het archief van de provincie Limburg, Rijksarchief Limburg. Daar zijn die kaarten ook in aanwezig. We nemen het inventarisnummer niet op. En dat heeft ermee te maken dat de kwaliteit van die inventarisatie, dat die nog wat te wensen overlaat. Daarnaast is het zo dat bij het inscannen van die kaart en het georefereren daarvan, is er door het bedrijf dat heeft gedaan een rapport opgemaakt. Nou, dat is bij de provincie Limburg aanwezig. Dus mocht iemand toch de weg naar het archief willen vinden, dan kan dat altijd via de provincie Limburg. Ik gaf net al aan dat er... Even een slide terug om dat nog even aan te stippen. We hebben een steenkoolmijn en daar kunnen we de transportzones en ontginningszones bij gaan vectoriseren. Vooralsnog dus niet de bedoeling, maar voor de toekomst niet uitgesloten. Gaan we naar de volgende slide. We hebben geen relatie gelegd met de precieze mijnkaart waarop dat stukje van de mijn dan precies staat. En die dan ook is gebruikt om dat stukje van de mijn te vectoriseren. Nou, dat heeft ermee te maken dat de gebruikswaarde daarvan de vraag is. En het is ook een flinke administratie. Je moet je voorstellen dat je dan voor een stukje transportzone, dat daar misschien uiteindelijk wel dat het op 30 kaarten te vinden is. Terwijl je misschien 19 van die kaarten gebruikt om
Eén om het ene stukje van de transportzone te vectoriseren en het andere om een ander stukje te vectoriseren. Dus dat is wel zo'n uitgebreide administratie, dat voert wat te ver voor de brouw. Dit wat betreft mijn kaarten. Meer ga ik ook mede gezien de tijd doorheen. Nou, de presentatie komt ook beschikbaar, dus als iemand hier in detail naar wil kijken. Dit geeft denk ik aan op basis van het soort van kaarten welke attributen worden vastgelegd en hoe wordt de mijnkaartcode samengesteld. Componenten van de mijnstelsel, toegang. Nou, ik gaf al aan, bij steenkoolmijnen moet je daarbij denken aan de schachten, verticaal. Bij kalksteengroeves heb je het verschil tussen die verticale ingangen of een gang, een horizontale ingang. En meestal sta je dan, nou goed, wat is een gang? Soms is er inderdaad een gang echt als toegang tot waar je gaat ontginnen, maar meestal stap je gelijk binnen en waar is ontgonnen. De eigenaar, dat is een interessante met een toegang, want dat heeft te maken met het eigendomsrecht van een kalksteengroef. Voor steenkoolmijnen leggen we de eigenaar niet vast bij een toegang, voor kalksteengroeven wel. En dat heeft ermee te maken dat de eigenaar van de toegang is eigenaar van de kalksteengroeven. Nou is dat een lastige soms. En dat heeft ermee te maken, we denken, nee, het lastige zit hem op mijn stelselniveau, het eigenaar. Even corrigerend, de toegang leggen we niet vast voor particulieren. Brechtje haalde het zojuist ook al aan voor vergunningen. We leggen het ook niet vast van toegang in het buitenland, want er kunnen groeven zijn die en in Nederland en in België bijvoorbeeld liggen. En dan nemen we ook de toegangen die in België liggen op voor het complete beeld. En een vraag waar we nog mee zitten, en als iemand daar een idee, opmerking nog over heeft, graag. Namelijk of we die eigenaar daadwerkelijk in de brouw hierbij gaan vastleggen. Of dat we zeggen van nou, die toegang die heeft een bepaalde locatie. Dat valt binnen een bepaald kadastraal perceel en in de BRK is de eigenaar daarvan te vinden. Dus waarom zouden we hem vastleggen in de brouw? Nou, als iemand daar een opmerking over wil maken, dan kan dat. Ik weet niet of ik het handje zie, maar dan word ik ongetwijfeld door Frank wel eventjes geïnterrumpeerd. Een handje volgens mij van Rob. Ja, ik zit eraan te denken. Zit je dan niet met privacygevoelige informatie die je dan gaat vastleggen in de openbare database? En op het moment dat je het nu vastlegt via kadastraal perceel, dan moet je altijd nog een keer opgevraagd worden. Ja, het idee is dan niet zozeer om te zeggen van we gaan een kadastraal perceel vastleggen. Nee, we gaan hem helemaal. We gaan niets erover vastleggen. Maar iemand die behoefte heeft om gegevens over de eigenaar te weten, die kan via die locatie, kan die gaan inprikken op de BRK, het kadastraal perceel vinden en daarbij de eigenaargegevens. Ja, dat zou eigenlijk nog beter zijn dan. Ja. Ja, dus dat is een impliciete geografische relatie. Ja. Klopt, ja, ja. Alleen het is juridisch misschien zo, maar dat hebben we nog niet helemaal uitgezocht. Van, kun je bij wijze van spreken, ook al ben je eigenaar van een kadastraal perceel waar een toegang op ligt, kun je die toegang, kun je die nog vervreemden, zal ik maar zeggen, en niet het perceel. Als ik daarbij de goede juridische term gebruik, zeg maar, de toegang verkoopt aan iemand anders, maar het perceel niet. Geen idee of het kan, maar dat moet wel zeker gesteld worden. Ja. Dat is een goed uitzoekpunt. Als dat niet kan, dan voel ik ook wel wat voor de impliciete geografische relatie. Ja. Want omgekeerd, als we het zeg maar wel gaan vastleggen, dan zitten we natuurlijk ook min of meer een dubbeling te doen van een andere basisregistratie. Oké, strikt genomen legt de BRK vast wie de eigenaar is van het perceel, maar
Ja, het is in de kern dan informatie die in de andere basisregistratie al als authentiek gegeven te vinden is. Klopt, ja. En je zit dan natuurlijk bij de wijzigingen daarop waar je weer op moet letten. Ja. Goed, dankjewel voor de input. Weer metagegevens over de locatiebepaling. Ja, dat heb ik net ook al aangestipt. Wat leggen we niet vast? We leggen niet vast het onderscheid tussen zogenaamde historische en industriële schachten. Daarbij moet je denken historische en dan gaat het over schachten van voor 1815. En dan gaat het over de schachten van voor 1815 die daadwerkelijk zijn gevonden. Dus niet men denkt dat er is iets, maar die daadwerkelijk zijn gevonden. En de industriële schacht is wat na ongeveer 1815 is. Dus worden allebei de schachten, dat wordt vastgelegd, maar niet het onderscheid ertussen. Want de gebruikswaarde leek ons daarbij ook niet, niet heel. Ook niet of een bepaalde toegang een hoofdtoegang tot een mijnstelsel is. Dat heeft er ook mee te maken dat dat in de loop van tijd ook gewijzigd kan zijn of dat het eigenlijk dan arbitrair vastgesteld zou moeten gaan worden. En ook uiteraard ook hier weer van bij alle dingen kijken naar wat we niet opnemen. Dat er dan minimaal zacht gezegd twijfels hebben over de gebruikswaarde ervan. Kijk naar de volgende slide. We zijn er bijna. De transportzone. Dat zijn meestal gangen, om weer op die term gangen terug te komen. Ik gaf net al aan hoe dat voor steenkoolmijnen aangeduid wordt. Bij benadering geeft dat een diepte aan. Voor niet-steenkoolmijn is het optioneel om een verdiepingindicatie aan te geven. Wat we niet vastleggen is dat een transportzone via een bepaalde toegang is te benaderen. Dat zou je natuurlijk allemaal vast kunnen leggen. Alleen ook dat kun je feitelijk geografisch weer vastleggen. Want een transportzone is een gebied. Meerdere gebieden kunnen dat zijn. En daar zie je dan als stippen op. Feitelijk je toegangen. Dus je kunt de relatie kun je bepalen. De ontginningszones. Dat lijkt eigenlijk veel op de transportzones. Tenminste qua manier hoe we dat gemodelleerd hebben. Bij steenkoolmijnen een zogenaamde steenkoollaag. En dat doen we middels een code. De zogenaamde GB-code van het geologisch bureau. Wat we niet vastleggen is welk materiaal is ontgonnen, want op zich soort steenkoolmijn geeft voldoende informatie. Dat is een typo. Het soort mijnstelsel geeft voldoende informatie. Dus als er staat vuursteenmijn, nou, dan is daar vuursteen uitgehaald. Als het transporttunnel heet, dan weten we, nou, er is geen materiaal ontgonnen. Dus dat ga ik zo eventjes corrigeren. En hetzelfde weer over die toegangen, wat ik net ook zei bij transportzones. Tot zover. Zijn er vragen? Wijnand. Hoi. Jacob, zeg ik het goed dat bij de mijnkaart van de steenkoolmijn niet de kaart is opgenomen? Alleen de gegevens over de kaart. Goed dat je dat opmerkt. Want die kaart wordt wel opgenomen. En de volgende sprint gaan we kijken hoe we dat precies gaan doen. Maar inderdaad, die wordt opgenomen. Dus de kaart, gegevens over de kaart zijn inzichtelijk. Bij die gegevens over de kaart wordt ook een kaartbereik vastgelegd. Dus dat je misschien een vierkantje op de landkaart ziet. Op een algemene ondergrond van, hier hebben we een kaart over dit gebied. En dan kun je inderdaad, plastisch gezegd, doorklikken en de kaart zelf opvragen. Ja, interessant. Leuk. Ja. Nou, daar gaat de helft van de registratie om, dus hele goede vraag terecht. Ja. Zijn er verder nog vragen voor Jacob?
zie ik dat we stiekem al 2 minuten over tijd zijn. Dus ik zal, dan ga ik het scherm weer overnemen om de laatste paar slides te doen. Zo, dan hebben we de zoutcavernes. Ik zou een terugkoppeling geven over het gesprek tussen TNO en staatstoezicht op de mijnen over zoutcavernes. Nou, de terugkoppeling is heel kort. Het gesprek heeft nog niet plaatsgevonden. Toen we de agenda uit deden gaan, dachten we dat gaat lukken. Maar dat is helaas nog niet gelukt. Dus bij de volgende sprintreview houden jullie dit van ons te goed. En dan heb ik het laatste punt, de vooruitblik. Het belangrijkste is eigenlijk gewoon in de tweede helft van januari start de publieke consultatie. Zoals jullie in de twee voorgaande presentaties hebben gezien, zijn we al een heel eind op stoom met de catalogie. En we moeten zoveel mogelijk proberen dat af te ronden en in een presenteerbare vorm te zetten. Misschien is het wel goed om eens even te vragen. Wie van jullie heeft al wel eens in het verleden op een publieke consultatie gereageerd? Nog niemand? Nou, misschien dat ik dan toch nog zo eigenwijs ben om in ieder geval te laten zien waar dat kan straks. In het verleden bijvoorbeeld, Dick. In het verleden, toen mijnbouw werd vergunning voor het eerst in consultatie ging, toen gebruikten we nog GitHub. Dat gebruiken we nu niet meer. Je kan via de website straks het consultatieformulier gaan vinden. Dus straks een overzichtspagina over lopende consultaties. Nou, op dit moment lopen er geen. Afgelopen maandag hebben we de laatste van de voorgezet consultaties van Tranche 4 afgesloten. Maar straks kan je hier weer een link vinden naar de consultatie van zowel EPL als EPC. En dan heb je een webformulier waar je reacties kan invullen. Is misschien ook goed om te zeggen. Hè? Dus de consultatie die loopt 6 weken. Verwacht hem ergens tweede helft van januari te starten. In het meest happy flow scenario is dat meteen al vlak na 18 januari. Ik vermoed dat er wel 1 tot maximaal 2 weken marge in zit voordat hij echt start. En dan loopt hij dus voor 6 weken en dan heb je de kans om te reageren. En daarna zullen we de reacties die zijn binnengekomen zoveel mogelijk voorzien van een antwoord. En daar waar nodig ook de catalogus nog een keer aanpassen op wat we hebben binnengekregen aan commentaar. En dan zitten we aan de definitieve versie die wij opleveren voor een aan de ene kant lang juridisch traject. Dus hij moet nog door allerlei juridische hoepels. Hij moet geconsulteerd worden in Brussel. Tot nu toe is daar nog nooit wat uitgekomen, maar het moet voor de vorm. En hij moet worden opgenomen in de ministeriële regeling. En dan gaat hij uiteindelijk in werking op 1 januari 2022. En tegelijkertijd gaat er dan ook nog het bouwproject traject spelen om daadwerkelijk te realiseren in de landelijke voorziening dat het registratieobject geïmplementeerd wordt. Dus zometeen de publieke consultatie is de laatste kans om met grote issues te komen voordat we overgaan tot het bouwen van wat we met elkaar besproken hebben. Zijn er nog vragen hierover? Of algemene punten? En mochten die er niet zijn, dan wens ik jullie allemaal, denk ik, een hele prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. En dan hoop ik jullie halverwege ergens in januari weer te zien. Hey, dank jullie wel voor de toelichting. Ja. Oké. Tot ziens. Bye bye.